Ik ben Petra Juliano en welkom bij de Business Wake Up Call voor hoogopgeleide ondernemers en zelfstandigen die meer klanten willen aantrekken. Dit is jouw plek voor het bouwen van een sterk bedrijf, vanuit je passie en het willen bijdragen aan een betere wereld. Van de week ontving ik een vraag van Maria. Maria is loopbaancoach en ze zei dat het wel redelijk gaat met haar bedrijf. Alleen, er is wel een probleem. Eigenlijk het groeit nog niet hard genoeg, mijn bedrijf, zei ze tegen me. En volgens haar had dat te maken met dat ze te weinig doet aan verkoop. Ze heeft een hekel aan acquisitie. En als ze met acquisitie bezig is, heeft ze het idee dat ze er helemaal niet goed in is. Ik gaf haar het volgende antwoord. Veel mensen hebben een slechte associatie met verkoop. En misschien een slechte ervaring mee gehad. Denken misschien aan een gladde autoverkoper. Er is hen misschien iets opgedrongen. Maar weet je, eigenlijk zit iedereen in de verkoop, in de sales. En vaak heet dat helemaal niet sales of verkoop. Mensen in welk beroep dan ook verleiden, overtuigen en beïnvloeden anderen iets van henzelf op te geven voor iets wat zij ze kunnen bieden, hè, wat zij hebben. En wist je dat we daar 40% van onze tijd mee bezig zijn? Bijvoorbeeld, je visie delen is een vorm van verkoop. Als coach je coachie helpen in zijn of haar gedrag te laten veranderen, is in feite verkopen. Als leraar je studenten de lesstof bijbrengen, vertel dat jij het allerleukste vak geeft, is een manier om te beïnvloeden, is een verleiden en dus een vorm van verkopen. Als ondernemer je businessplan voorleggen aan een investeerder, is ook een vorm van verkopen. Of wat dacht je van je kinderen zien te overtuigen dat ze naar je moeten luisteren? Daar heb je heel veel verkooptechnieken voor nodig. Dus wat je product of dienst ook is, je zit altijd in de verkoopbusiness. Sales zorgt ervoor dat er geld binnenkomt. En dus je moet elke dag met sales bezig zijn. En wil je genoeg omzet maken en wil je bedrijf laten groeien? Om beter te worden in acquisitie en ervan te gaan houden, is het belangrijk het verkoopproces goed te gaan begrijpen en dit in je bedrijf te gaan integreren. Zelf heb ik enorm geworsteld met sales. Ik vond helemaal niks. Ik deed er ook eigenlijk heel weinig mee. Later ben ik op een andere gedachte gekomen en kwam tot de volgende conclusie. Sales is iets wat je voor iemand doet en niet wat je iemand aandoet. Kortom, verkopen is een onderdeel van de dienst, een onderdeel van jouw service die je aan klanten verleent. Als je dat gaat inzien, krijgt je verkopen een hele nieuwe lading. Het voelt niet meer als slecht, niet als als je iemand iets aandoet. Het gaat om dat je iets goeds doet, eigenlijk voor iemand, met als resultaat dat de ander er beter van wordt. Dus elke keer voordat je een verkoopgesprek aangaat, stel jezelf de vraag, hoe kan ik deze persoon helpen? Voel je het verschil? Het salesproces is een communicatieproces tussen mensen. En tijdens dat proces geef je klant de kracht om een nieuwe keuze te maken. Ik heb zelf een succesvolle methode ontwikkeld om op een prettige en sympathieke manier om te gaan met verkoop. En zodat je dus meer omzet gaat maken. Als je met mij hierover gedachten wilt wisselen, hoe ik jouw salesproces kan verbeteren, zodat je meer klanten gaat aantrekken, dan kun je gerust een gratis telefoongesprek met mij inplannen. De link vind je hieronder. Tijdens dit gesprek zal ik ingaan op jouw case en je vertellen welke stappen je kunt nemen om jouw verkoopproces succesvol te laten verlopen. En dit keer zou ik je willen vragen, hoe kijk jij naar acquisitie? Vind je het helemaal niet leuk? Heb je er een hekel aan of ben je er juist heel veel mee bezig? Graag zie ik je antwoord hieronder verschijnen. Hou van het leven en hou van je klanten. Tot de volgende keer.